The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Tijmen en Hector zijn terug na een onvergetelijk avontuur. Meer dan 700 kilometer rolden ze over vooral veel hobbelige landweggetjes. Met als eindbestemming Parijs, waar ze tijdens de WK-finale arriveerden. Het was heel zwaar. Het was echt enorm zwaar. Maar achteraf gezien was het leuk. Soms op het moment zelf dacht je van, weet je, is dit leuk? Waarom deden we dit ook alweer? En naarmate je verder komt, worden de gezichten steeds erger, zeg maar. Dus in het begin is het echt zo. Maar aan het einde is het dan. Dat mensen echt dat soort bewegingen maken. En dat echt gewoon zeggen, dat kan niet, dat geloof ik gewoon niet. Toch lukte het ze. Het rollende duo kampt allebei met fysieke beperkingen. Opgelopen door zuurstofgebrek bij de geboorte. Ze treden het leven echter onbegrensd tegemoet. De sleutel van het succes? Vriendschap. Dat je gewoon aan het rollen bent, aan het rollen bent, aan het rollen bent voor 22 uur. En dat je op een gegeven moment elkaar gewoon wakker moet houden om niet in slaap te vallen tijdens het rollen. Echt, weet je kan heel erg op elkaar vertrouwen. En dat is fijn. Voor de rest is het meer het resultaat van een goede vriendschap dan dat we er nog in groeien. Zeg maar. The boys are back in town. Dat is toch mooi? Ja, toch? Ja, inderdaad. Krijg je zo'n cadeau. De volgende bestemming moet nog gekozen worden. Maar één ding is zeker. Wordt vervolgd. Later.